Ook de bandleden van Eagles of Death Metal doen zichtbaar aangedaan hun verhaal. Bij de aanslag komt hun crewlid en dierbare vriend Nick Alexander om het leven. The killers were able to get in and killed every one of them except for a kid who was hiding under my leather jacket. The killers got in your dressing room. Yeah. De dodelijke raid op Bataclan kost het leven aan 89 mensen en blijft bij vele slachtoffers in het geheugen gegrift staan. Leo van Donschot, je hebt het interview bekeken, meerdere malen bekeken. Wat trof je? Nou, eigenlijk alles. Je ziet vijf mannen die nog bijna verdoofd van verdriet proberen woorden te geven aan iets waar ze, zoals wij allemaal, niets van begrijpen. Het is een historisch interview in de slechtste zin van het woord. Er is nog nooit een band geweest die zo hard is getroffen. Er zijn natuurlijk wel bands die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Pearl Jam bijvoorbeeld, op het Roskilde Festival kwamen mensen de verdrukking. Er zijn verschillende fans, waaronder ook een Nederlander, overleden. Maar nooit zoveel en nooit niet door een natuurramp of zo, maar door bewuste actie van terroristen. Dus het is vrijwel onmogelijk om onaangedaan naar te kijken naar het interview. Wat lieten ze, laat me het anders vragen, lieten ze iets van zichzelf zien wat je nog niet had gezien bij die band of misschien bij andere bands überhaupt niet? Ja, ik was natuurlijk heel benieuwd, zoals iedereen, denk ik, hoe ze eraan toe zouden zijn en hoe ze erop zouden terugblikken. En je hebt natuurlijk enige afstand nodig. Je kunt ook zien dat hij er nog niet is, met name George Homme, een van de oprichters van de band, die er zelf niet bij was, maar een soort geestelijk vader van de band is. Ja, die zit er gewoon. Ja, aangeslagen is nog een understatement, zit erbij. En ik vind dat ze hele mooie dingen zeggen, maar je ziet ze ook zoeken naar woorden, worstelen met hun emoties. Je ziet ook, wat me heel erg treft, een schuldgevoel. Aan de ene kant zijn ze natuurlijk dankbaar dat ze nog leven, maar je voelt ook aan alles een twijfel om die dankbaarheid uit te spreken, omdat je daarmee ook bijna voor je gevoel waarschijnlijk over de mensen heen stapt die het niet overleefd hebben. Dus die worsteling zie je heel erg. Een van de dingen die ik echt heel ontroerend vind is, het is bij bands, als ze lang samenspelen, is natuurlijk sprake vaak van een soort vriendschap, maar die wordt niet altijd meer benoemd. Je gaat niet elke dag tegen elkaar zeggen, ben ik blij dat ik met jou in een band ben. Zeker mannen niet. En dat is ook onder mannen natuurlijk, ik hou van mijn vrienden, maar ik moest ook na de interview denken, hoe vaak heb ik dat eigenlijk tegen ze gezegd? Er zit één moment in waar de zanger dat opeens zegt tegen George Homme, dat hij van hem houdt. En dus, ik keek daarnaar en ik dacht, dat hebben ze misschien nog nooit in elkaar verteld. En dan is dan kennelijk dit voor nodig, omdat onder woorden te brengen en ook kennelijk om te voelen dat je het onder woorden moet brengen. Laten we kijken. I've almost come to rely upon Joshua being the cavalry, you know, especially for me. And I felt so guilty in a way that, like, I had left Matt on the stage and maybe Davey too, and I didn't want anything to have happened to them, and I really needed them to have gotten off the stage because I didn't see what happened when we got off. And Joshua wouldn't let me think about that. I just hope you understand, baby duck, that I love you very much. I love you too, man. You were here for us because this has always been our band. That's how we look at it.